voor. Robbie C, die moeten we in de gaten houden, 81. Een andere klapper, Stijn de Velder met nummer 279. 290, hou ze weg! Laat onze vriend hier richting 1, want we zijn op de gevolgd door Mitsubishi. Ja. Aan de leiding, man die de eerste reeks ook won en de premie van 25 euro kreeg. Van de toeschouwer, voor haar van Andy de Vriesen. Dan Frank Kampen, Stijn de Velder. Onze vriend, dan onze vriend, 290, Peter Bergeri. En hier krijgen we de Suzuki, eerst is een pirouette van onze vriend. En nog eentje? Nee. Vooraan de wedstrijd, waar Volkswagen de setter zwaait. Mooi werk van de Holter. 2-1-4, dat kan moeilijk nog, gaat hier te voeren hem. Rijdt hier de tegenstand onder hoogte. Maar zijn de velder, voorwaarts van de man van de politie. 2-1-4, komt misschien op plaats nummer 2. Robbie Peli aan het proberen om terug te komen. De man uit Exaarde. Maar onze leider daar staat momenteel 1 maand op om Andy de Vriezen, testrijder van Zinghem. Andy de Vriezen, dan Frank Lampen, op plaats nummer 2. Dan Stijn de Velder, 277, op plaats nummer 3. Nou, dat zal wel een vlakje aan de pas komen. Met 290. Ik denk dat er misschien allebei vlak zijn, ik weet het niet. Maar we kijken voor aan de wedstrijd. Waarom de vriend Andy de Vriezen. 279 aan het driewielenist op de eerste plaats. Want het kan niet gebeuren voor Andy. Even de Suzuki. Stijn de Velder moet even de rol lossen. Op plaats 2 in gevaar te brengen. Maar voorwerp altijd van Stijn de Velder. Vooraan, nog steeds geen wijzigingen. Tweede plaats wordt nog altijd bezet door degene Volkswagen Holt van Franske Lampe. Dan Stijn de Velder, die probeert er alles aan te doen. Die moeten wij in de gaten houden. De man met nummer 297 probeert om de vriend van Klompen te verschalken. Ja, nog eventjes, maar het is ook zo moeilijk hier te voeren hem om toch nog proberen te vermijden te gaan op een zeer zwaar parcours. Voor Stijn de Velder opnieuw in de aanval. Achteraan het parcours, maar moet opnieuw het beste spoor aan Frank Klompen geven. Aanval Stijn de Velder! Aanval, mooi, maar, van Stijn de Velder.
Volgens mij niet de eerste manoeuvre of het beste manoeuvre, maar wie zijn we hier? De leider volgen. Onze vriend, Frans Klampen. Ik denk dat er nog wel een lachje aan de pas zal komen misschien. Ja, het is spijtig genoeg de zwarte, maar we moeten sportief blijven. En ik denk dat er 200 meter is, er ook nog altijd aan het wikkelen. Maar heeft al zwart gekregen, dus we blijven toch bijna om de tegenstand die sterker is. Rustig, Robby. Hier is onze leider. Onze vriend. Ja, maar eigenlijk... gerechtigheid. Laat het erop.